Europa stelt heel wat, heeft grote ambities, wil drastische maatregelen en zegt tegen 2050 moeten wij klimaatneutraal zijn. Gaat België dat kunnen halen, denkt u? Wel, ik denk dat er geen andere optie is. Als we wereldwijd willen tegengaan dat de aarde meer dan 1,5 graden Celsius opwarmt, dan moeten we veel meer maatregelen nemen. Europa beslist dit nu op basis, of doet een voorstel op basis van het internationale rapport. Dit is gisteren uitgekomen. We zullen dit binnen de Vlaamse regering bespreken. Maar het spreekt voor zich dat we nog bijkomende inspanningen zullen moeten doen als we die ambitie wereldwijd willen waarmaken. Ja, maar 2050 is langs de ene kant, van de ene kant ver weg, maar anderzijds ook weer dichtbij. En we weten dat wij zelf, België, Vlaanderen, de klimaatdoelstellingen van 2020 zelfs niet halen. Maar het klopt niet dat wij de doelstellingen, de klimaatdoelstellingen van 2020 niet halen. We hebben een klimaatplan, we zijn dat ook volop aan het uitvoeren. We hebben ook al een nieuw plan met heel concrete maatregelen voorgesteld voor de periode van 2020 tot 2030. En uiteraard ook op lange termijn moet die klimaatvisie ook uitgewerkt worden op basis van de Europese afspraken. En als nu de Europese Commissie zegt we gaan tegen 2050 klimaatneutraal zijn, dan zal dat binnenkort ook besproken worden binnen Europa om te kijken zijn de lidstaten het daar mee eens. Wij moeten nu die teksten bekijken. Maar ik vind het wel belangrijk dat we toch internationaal die ambitie halen. Het is nodig. Willen we voor onze kinderen en kleinkinderen zorgen dat het hier nog leefbaar is op onze aarde? De vraag is natuurlijk, als u zegt van we gaan dat halen, we hebben geen andere keuze. Hoe gaan we dat doen? Ik denk bijvoorbeeld aan verwarming. De meeste mensen doen dat nu nog met stookolie of gas. Ja, hoe gaan we dat in de toekomst doen? Wel, dat betekent dat er een omslag moet gemaakt worden. We hebben als Vlaamse regering in juli, de laatste regering voor het zomerreces, hebben wij zowel het energieplan als het klimaatbeleidsplan goedgekeurd, waar onder andere ook een aantal subsidies, tegemoetkomingen instaan om die omslag te maken. Natuurlijk, het kan altijd sneller, het kan altijd veel drastischer, maar je moet ook als regering zorgen dat je natuurlijk 1) de middelen hebt om dat te doen, 2) dat je ook maatschappelijk de mensen mee hebt, want je kan maatregelen opleggen, maar als je niet goed uitlegt waarom je die moet nemen, dan krijg je ook acties zoals we nu bijvoorbeeld zien in Frankrijk, maar ook in Wallonië, waar mensen op straat komen en zeggen waarom moeten wij nu die inspanningen doen? Dus ook dat is heel belangrijk, de tijd nemen om uit te leggen waarom doen we iets en ook tonen dat er ook een voordeel in zit voor de mensen zelf. Goed, maar u zegt we gaan subsidies geven. Heel wat mensen zitten nog met een stookolieketel. Anderen hebben de nodige installatie voor gas. Dus dat moet allemaal weg en vervangen worden. Dat gaat een hoop geld kosten, hè? Maar koken kost sowieso geld en wij moeten natuurlijk op basis van de middelen die we hebben ook een aantal keuzes maken. En dat is natuurlijk de moeilijkheid van beleid voeren. Je kan zeggen je moet veel ambitieuzer zijn, je moet veel sneller gaan. Maar dat is de keuze die wij moeten maken. Je hebt een budget, je hebt maatregelen die je moet nemen, maar je hebt ook een bestaand patrimonium of je hebt een bestaand wagenpark. We kunnen ook zeggen van vandaag op morgen moet iedereen elektrisch rijden. Maar dat is niet realistisch en daarom dat wij een planmatige aanpak hebben. Wat doen we op korte termijn, wat haalbaar is? Wat doen we op middellange termijn en op lange termijn? En uw vraag, denk ik, duidt juist aan dat we dat op een realistische manier moeten doen. En dat is wat in de plannen staat die de Vlaamse regering heeft goedgekeurd. Je moet beginnen met de nieuwbouw. Zorg dat er daar bijvoorbeeld verwarming is die geen CO2 uitstoot. En ook stelselmatig, als er gerenoveerd wordt, zorgen dat de juiste verwarming wordt geïnstalleerd. Ja, maar we weten dat we nog met een hele hoop oude huizen zitten. Ook huizen op dit moment zijn nog niet helemaal aangepast. En als die brandstof niet meer kan komen van olie en gas, ja, waar moet die dan vandaan komen? Je hebt ook zoiets als natuurlijke aardwarmte, warmtepompen. Je hebt natuurlijk ook zoiets als zonnepanelen en dergelijke meer. We weten dat dat op dit moment helemaal niet volstaat om iedereen te verwarmen. Omdat er nog niet genoeg zonnepanelen zijn. Er zijn nog niet genoeg windmolens. Ja, en toch zegt u van we gaan dat halen in 2050. Wel, maar 2050 is één nog ver af en dat is ook de reden waarom wij natuurlijk verder investeren en ook subsidies geven en ook een aantal verplichtingen opleggen, ook naar energieefficiëntie van nieuwe woningen die gebouwd worden. Die zijn heus wel heel strikt in Vlaanderen. Die afspraken hebben wij allemaal gemaakt. Maar het klopt dat je daar nog niet heel snel drastische resultaten van ziet. Dat vraagt tijd, dat vraagt ook investeren van middelen, dat vraagt ook inspanningen van de burger. Dat is niet zo evident en daarom dat wij als Vlaamse regering dat stapsgewijs doen.
trouwens, ik vind het ook fout om alleen maar richting burger te kijken. Je hebt bijvoorbeeld nog zoiets als de luchtvaart. Ik vind dat die nog veel te weinig geviseerd wordt. De scheepvaart, kijk ook naar de industrie. Dus we hebben op alle vlakken... Die zouden ook taksen moeten betalen, want de Europese Commissie die denkt inderdaad aan een inspanning voor, ja, voor de luchtvaart. Hè? Maar we moeten dat doen. Het is niet eerlijk, het is niet correct dat een aantal sectoren nu de dans ontspringen. Dus we moeten daar werk van maken. En dat kan je alleen maar doen op Europees vlak. We leven hier niet op een eiland en België of Vlaanderen kan niet op zijn eentje zeggen we gaan ons hier nu een keer helemaal gaan afschermen en wij gaan een tax op luchtvaart opleggen. Wat gaat men doen? Men gaat een beetje verder rijden en men gaat het vliegtuig nemen in Nederland of in Frankrijk. Maar dat betekent dan ook dat in de toekomst, denk ik, de tijd van de goedkope vliegtickets, dat is dan voorbij. Dat kunnen we ons niet meer permitteren. Het is op dit moment vaak veel te goedkoop om te vliegen. Je betaalt eigenlijk niet mee voor de milieuschade die daardoor wordt aangericht. Dus ik denk dat dat inderdaad klopt. En wie A zegt, moet B zeggen. Wie zegt, we moeten ambitie hebben om die 1,5 graden Celsius, om die niet te overschrijden. En die heb ik. En die hebben heel veel Vlamingen. Dan moeten we aan de andere kant ook durven inzien van, we zullen een aantal onpopulaire maatregelen moeten nemen. Dat is bijvoorbeeld ook de reden waarom ik aan de Vlaamse regering heb voorgesteld om de betonstop te realiseren. Ook dat is een klimaatmaatregel die op tafel ligt. Nog eens even over de luchtvaart. Dus u bent voorstander van een tax op de luchtvaart op Europees niveau dan? Ik ben daar absoluut voorstander van. Ik zou het zelfs willen opentrekken. Ik denk dat je naar een algemene klimaat- of CO2-tax moet gaan. Waar je zegt van bepaalde producten die niet goed zijn voor de CO2-uitstoot, daar moeten we vanuit Europa zorgen dat die minder aantrekkelijk zijn of dat die ook niet zomaar kunnen ingevoerd worden vanuit het of van buiten in Europa. Maar dat zal u niet populair maken, denk ik, want vliegen wordt duurder. Ook, ja, dan denk ik ook, wat gaat er dan gebeuren met mensen die nu nog met een diesel rijden en die hun factuur ook alsmaar zien stijgen en geen geld hebben om een elektrische auto te kopen? Ja, maar je moet ook daar een evenwicht zoeken. We hebben dat gedaan, denk ik, als Vlaamse regering. We hebben bijvoorbeeld de autofiscaliteit vergroend. Maar we hebben dat wel budgetneutraal gedaan. We hebben dat niet gedaan om meer inkomsten te krijgen in onze kas. We hebben dat vooral gedaan wie een alternatief aanschaft van wagen die minder CO2, minder fijnstof uitstoot, betaalt minder voor die wagen dan iemand die kiest voor een diesel. En die zal meer betalen. Dus dat compenseert natuurlijk niet het grote bedrag in het grote verschil qua aankoop natuurlijk. Hè? Ja, maar er is ook een premie voor wie een elektrische wagen aankoopt. Dat hoeveel is die? Wel, ik weet nu niet van buiten hoeveel die precies bedraagt. Maar is dat niet zoiets van een 5.000? En zo'n auto, dat kost toch al snel 25.000 euro. Dus dat is voor... Voor zo'n mensen, ja, die kunnen zich dat niet permitteren. Hè? Ja, maar het is heel belangrijk. Het aanschaffen van die elektrische wagen is een premie vanuit energie, voor alle duidelijkheid. Hè. Dat is een goede incentive om mensen aan te moedigen om die elektrische wagen te kopen. Maar aan de andere kant hebben wij ook een sociaal beleid. Heb ik bijvoorbeeld altijd gezegd, in de lage emissiezones, ook in Antwerpen, laat ons daar naar een uitfasering gaan. En laat ons niet de mensen die niet de middelen hebben om hun vervuilende oude dieselwagen weg te doen, dat we die plotseling gaan straffen. Daarom dat we eigenlijk stelselmatig naar een uitfasering gaan van die meest vervuilende wagens. Ik vind het heel belangrijk dat we ook altijd die sociale component mee in het achterhoofd houden. En je kan, als je dat niet doet, kan je heel drastisch heel snel gaan. Maar dat is niet de keuze die deze Vlaamse regering of ik wil maken. Ja, maar hoe kan je met een inkomen van 1500 of 1800 euro netto een wagen kopen van 25.000 of 30.000 euro? Dat kan toch niet voor die mensen? Ja, maar die mensen die zullen zich sowieso nu geen nieuwe wagen aankopen. Dus die hebben het recht, volgens mij, want die hebben zich een wagen gekocht op het moment dat die wagen ook verantwoord was om te kopen. Dus die kunnen met die wagen blijven rijden. Dat is geen enkel probleem, maar we moeten vooral... Dan betalen ze wel meer aan brandstof, hè? En ze vervuilen ook meer. Ja, maar het principe van de vervuiler betaalt, als je dat doortrekt, dat vind ik correct. Maar je moet wel zorgen dat niet de mensen die het niet kunnen betalen de dupe daarvan worden. Ik denk dat wij nu een vergroening hebben van de autofiscaliteit in Vlaanderen, die heel correct is, die ook heel sociaal is. Het levert ook de kas niks meer op. Het is eigenlijk een compensatie. En twee, mensen moeten natuurlijk de tijd hebben, als ze niet de middelen hebben om een nieuwe wagen te kopen, om op termijn dat maar te doen. En daarom ook dat wij geen verplichting opleggen om nu allemaal verplicht een elektrische wagen te kopen. Dat is antisociaal en dat willen we ook niet doen. Dat brengt mij opnieuw bij de gele hesjes, want daar gaat het natuurlijk over. U zegt, ik heb een begrip voor dat die mensen geen nieuwe wagen kunnen kopen, maar intussen moeten zij natuurlijk wel dure brandstof kopen. En hoe leg je dat dan uit aan die mensen dat door het milieu zij meer geld moeten geven aan brandstof? Ja, maar daar is iedereen natuurlijk gelijk. Iedereen heeft de mond vol van minder fijnstof, betere luchtkwaliteit, minder CO2-uitstoten. We moeten dat doen en dat zal inspanningen vragen van iedereen. Wat fout is, denk ik, aan de voorstelling, dat is dat alleen
mensen inspanningen moeten leveren. Ook de industrie levert forse inspanningen. Ook op vlak van energie, op alle vlakken worden er inspanningen geleverd. En ik vind het logisch dat we, als je met een vervuilende wagen rijdt, dat je daar inderdaad intussen komt dat dat ook een bepaalde milieukost heeft. Maar is dat niet gemakkelijk als iemand €3000 netto per maand verdient voor iemand met €1500 netto? Is dat denk ik een moeilijk te slikken boodschap. Hè? Van ja, u vervuilt, hè? U rijdt met een vuile wagen, u moet diesel tanken en ja, u moet, die diesel die is duur, u moet dat dan ook maar betalen. Ja, maar nogmaals, dat geldt voor iedereen die met een vervuilende wagen rijdt. Dat is niet specifiek. Maar het is toch een verschil als je een hoog inkomen hebt, want dan kan je je wagen inruilen, dan als je een laag inkomen hebt, want dan heb je gewoon geen keuze. Ja, maar dat is natuurlijk ook een afweging die je moet maken als regering. En je kan moeilijk gaan zeggen, vanaf een bepaald inkomen betaal je een ander bedrag als je met een diesel rijdt. Ik herhaal nogmaals dat bij elke maatregel die wij nemen op het vlak van klimaat, of dat dan nu de vergroening van de autofiscaliteit of andere is, hebben wij altijd in het achterhoofd dat er ook een sociale component is, nogmaals, de lage emissiezones. Ik heb daar het kader voor geschetst. Ik heb juist opgelegd, ook aan de steden die dat invoeren, dat zij ook een alternatief moeten aanbieden. Goed openbaar vervoer, of iemand die bijvoorbeeld slechte benen is, die de middelen niet heeft om zich een nieuwe elektrische wagen te kopen. Die mensen hebben ook een fundamenteel recht om zich goed te kunnen verplaatsen. Dus het is inderdaad een redelijk ingewikkeld kluwen om ecologie, maar ook het sociale, goed met elkaar te verzoenen. En dat vraagt... Lukt dat op dit moment? Dat lukt, maar dat is niet altijd heel correct, omdat je ook soms niet anders kan. Wij kunnen moeilijk zeggen, iemand met een lager inkomen betaalt minder voor zijn diesel dan iemand met een hoger inkomen. Dus je moet daar naar evenwicht te zoeken. Dat geldt ook voor de waterfactuur, dat geldt voor heel veel maatregelen die wij nemen. En dat is niet altijd populair, maar het is nu eenmaal nodig. Willen we ervoor zorgen dat onze toekomst ook verzekerd is en dat er betere lucht is en dat er bijvoorbeeld ook minder CO2-uitstoot is? Hoe denkt u dat die boodschap overkomt bij mensen die weinig inkomen hebben? Wel, ik besef maar al te goed dat het voor die mensen niet altijd evident is. Ik vind daarom ook dat we echt goed op alternatieven moeten inzetten. Denk aan goede veilige fietspaden, goed betaalbaar openbaar vervoer. Dus de Vlaamse regering heeft nog werk, hè? Want daar schort toch ook wel een en ander. Hè? Gelukkig dat de regering nog werk heeft, zou ik zeggen. Het werk zal nooit af zijn. Inzichten veranderen ook. Je moet ook stap voor stap gaan. Ik vind als je maatregelen neemt op vlak van leefmilieu, maar ook klimaat, dat er drie belangrijke componenten zijn. Dat is, het moet technisch haalbaar zijn. Het moet financieel betaalbaar zijn voor de Hanse Vlaamse overheid, maar ook voor de burger. En het laatste aspect, laat ons dat niet vergeten, dat is de maatschappelijke aanvaardbaarheid. Uitleggen waarom maatregelen er zijn, waarom die nodig zijn en dat het ook in het voordeel is van ons allemaal dat we die maatregelen nemen. En op die drie componenten moet je ook voortdurend uitleggen waarom maatregelen worden genomen. Maar dat zijn geen pestmaatregelen, dat zijn maatregelen die gewoon nodig zijn om onze toekomst veilig te stellen. Komen er extra maatregelen voor die sociaal zwakkeren? Wel, er zijn er al een heel pak. Als ik... Komen er nog, want zij hebben het blijkbaar... Zij vinden dat u te weinig doet. Hè? Ik bedoel, de Vlaamse regering uiteraard. Hè? Wel, wij hebben een armoedeplan dat ook niet stilstaat. Daar wordt ook vaak een update van gemaakt. Bijvoorbeeld voor de waterfactuur hebben wij een heel belangrijke sociale tegemoetkoming. Dus, maar er komt niks extra, dat was mijn vraag. Dat weet ik nu, daar kan ik op dit moment niet op antwoorden. Maar u denkt er zelf niet aan? Ik zeg niet nee en ik zeg niet ja. We moeten dat samen in de regering bekijken. Maar we hebben een aantal heel mooie voorbeelden waar we dat wel hebben gedaan en dat werkt ook wel. Ja, en nu ik u toch hier heb, want ik denk dat vanavond wordt beslist wie wordt er lijsttrekker voor de Kamer in voor Oost-Vlaanderen? Ik denk niet dat dat vanavond zal beslist worden. Nee, maar wordt een man of een vrouw, denkt u? U bent er natuurlijk al lijsttrekker voor het Vlaamse parlement. Ik heb op dit moment nog geen flauw idee, eerlijk gezegd. Waar gokt u op? Denkt u dat man of vrouw? Want dat geloof ik niet, want u ziet toch... Ja, Oost-Vlaanderen, dat is voor u toch een koud kunstje om dat te weten. Het slechtste wat ik zou kunnen doen, is dat hier nu, denk ik, wereldkundig maken... Maar u hoopt op... Mevrouw? Ik heb niets te hopen. Ik ben er zeker van dat we een goede lijsttrekker zullen hebben en dat we een heel sterke lijst zullen hebben, zowel in Vlaanderen als federaal. Ik vind het heel jammer dat Pieter stopt. Ik heb met hem altijd eigenlijk een heel goede tandem gevormd. We waren perfect complementair, dus dat is heel jammer. Maar ik ben ervan overtuigd dat we nog veel talent in huis hebben. Op dit moment, hè, zoals het plaatje nu al getekend is, zijn er al genoeg vrouwen voor u? Dat is toch een simpele vraag. Ja? We kunnen tellen allemaal. Hè? Dat is een simpele vraag. Ik denk dat het best wel wat meer mag zijn. Dus Oost-Vlaanderen of Antwerpen mag een vrouw zijn. Hè? Dat is misschien makkelijker. Antwerpen mag. Voilà. Voilà, bedankt, minister Schouwvliegen, om toch even bij ons te komen. En wij gaan terug naar het parlement. Elisabeth Meulman.